president Chandrika Persat Santokhi zegt dat er een begin is gemaakt met een goede samenwerking tussen de Verenigde Staten en de Caricom. De Surinaamse president bevindt zich in Washington DC in de hoedanigheid van de voorzitter van de Caricom. Daar voerde hij in het kader van het Action Committee of Caribbean Leaders gesprekken met de vicepresident van de Verenigde Staten, Kamala Harris. Op de agenda stond het komen tot een samenwerking met de Verenigde Staten op het gebied van energiezekerheid, financiële ondersteuning en voedselzekerheid. President Santokhi onderstreepte het belang van voortdurende dialoog met de Amerikaanse regering, met als doel om adequate follow-up mechanismen in te voeren en bestaande te evalueren. Het Caribisch gebied is volgens Santokhi toegewijd aan de eenheid die nodig is om te komen tot een sterkere regio. Op zijn Facebookpagina maakte de president er ook melding van dat hij relevante buitenlandse politieke issues heeft besproken met Secretary of State Anthony Blinken. Over de relatie tussen de twee landen is afgesproken deze verder te verdiepen. Er is afgesproken dat de verschillende projecten die de afgelopen 2 jaren zijn opgestart, intensiever zullen worden voortgezet. Bij het gesprek tussen president Santokhi en Anthony Blinken was ook de minister van Bibes aanwezig, samen met ambassadeur van Suriname, Maarten Schalkwijk.